Zo, goedemiddag. Ik was zo druk met alles nog te doen. Goedemiddag, dames. Misschien ook heren. Oh, dit schittert weer een beetje. Sorry. Ik wil hem een beetje daar leggen. Vandaag hebben we weer online demo dag bij Hobby Vision. En ik ga jullie weer een uurtje gezelschap houden. En ik ga een hanger maken. Misschien heb je me van de week al een keer voorbij zien komen op internet. Vorige week. En Janine zei, dat is ook wel leuk om een keer live te doen. Dus dat gaan we doen. Nou, en wat ga ik daarvoor gebruiken? Ik heb hier al een bakje vol met allerlei leuke dingetjes uit dit peperpetje. Het is echt werkelijk waar. Bij mij nog nooit gebeurd dat ik al die plaatjes heb geknipt. Maar ja, ze zijn er gewoon allemaal uit. Er is ook wel een hoop papier uit. Dit is ja, mijn favoriete blok. Dat kan je soms zo eens hebben. En dan wil ik wel een paar van deze dingetjes er nog bij gebruiken. Dus die ga ik even apart zetten op een... want ik hoef heel die set niet bij me. Maar ik wil toch nog wat toevoegen. Ik weet niet of ik die of die... Laat ik deze er ook nog uithalen. Dat weet ik eigenlijk niet. En die... Die schelp heb ik natuurlijk niet nodig. Deze is rijkelijk lang, dus die ga ik ook niet gebruiken. Kan die aan de kant. Dan pak ik de tag gebeuren van de nieuwste grunge line. Dat is een slimline ticket. En gisteren heb ik dan al een kaart laten zien met al die open rondjes. Die was gewoon wat een ja, beetje romantische kaart. SLGRCD533. Voor degene die dat leuk vinden om te weten. Oh, chips, ja. En ik ben vergeten. Ik ga even kijken of dat nog lukt. Als ik weer terugkom, heb ik waarschijnlijk een probleem. Ga ik dat doen? Ik ga even kijken of dat gaat, jongens. Jullie horen mij nog wel. Ik ben er even niet. Ik moet alleen even kijken of ik mijn live kan vinden op de site. Want ik heb de link er niet bij gezet. Dat is voor de meesten die... De spulletjes zullen bestellen, altijd wel even handig. Dan moet ik even kijken of ik dat op mijn tablet ook kan vinden hoor. Facebook Live. En dan is het 2023 hè. Ja, al even. We zijn al op de helft van het jaar jongens. Hoe snel gaat dat? Even kijken. Dan denk ik dat ik dus bijna de laatste moet hebben. Dat zal dan die van mij zijn. Zoeken. Zo, er worden wat lives gegeven, jongens. Is niet normaal. Het is vandaag de 16e volgens mij. Ja, daar hebben we hem. En dan moet ik kijken of ik hem gedeeld kan krijgen. Die kopiëren. Oh, dit is wel heel erg vervelend voor jullie even. Maar het is even niet anders. Even kijken. Bewerken. Saai, hè? Ga zo starten, hoor. En dan, als het goed is, moet ik nu ook nog de reacties hopen kunnen lezen. Ja, ik denk het wel. Ik weet niet zeker. Anders moet ik dadelijk mijn Facebook nog even overnemen. Jawel, hallo allemaal. Oh, het is al de 17e. Moet je nagaan hoe snel het gaat. Ha! Maar ik heb hem gevonden. De link staat erboven. Dus die van de Grunge, die ga ik erbij gebruiken. En bij dit papier van dat peperpetje. Nou, daar zit dus achterin de Janine peperpet. Zit paars wat perfect matcht. Dus ik ga even dit stukje er nog bij halen. Want dat heb ik dan dadelijk nodig voor de stukjes die ik er nog extra bij ga gebruiken. Even kijken. Ik heb even een magneet nodig. En daar kunnen mijn dingetjes op. Dat vind ik wel zo handig. Dan ben ik ze niet kwijt, hè? Nou, en we gaan maar even lekker kliederen met de gesso. Want dat vind ik er wel bij horen. Dus het wordt een zandstrandzee. Onder water. Eigenlijk onder water geheeltje. En dan moet ik even voorzichtig doen, want ik hoef niet zo heel veel. Oops, okay. Anders zit alles eronder. Het gaat maar net om die paarse delen en de... Nou ja, en hier zijn natuurlijk allemaal hele goede sponsjes voor, maar... Zuinige Cody heeft gewoon een stukje schuurspons. Hallo, gezellig, Yvette. Heiko. Ja, leuk, hè? Vind ik zo lachen. Zie ik Heiko. Eigenlijk, oh nee, mijn moeder zegt altijd Kootje.
Maar het zijn er al heel veel hoor. Gaat net wat sneller hè, als Corine. Is wat langer. En Co schrijf je ook niet zo snel verkeerd. Dat is ook wel een voordeel. Anders schrijven ze altijd allemaal mijn naam verkeerd. Ja, leg hem maar weg hè. Maakt niet uit. Het zal toch wel een beetje smoezelig worden hier op dat blad. Dit zijn nou net of dat je dan een beetje die schuimgolven hebt. Ik ga er dadelijk ook nog maar op spetteren, denk ik. Zullen we dat maar doen? Gewoon met wit. Gewoon met de gesso. Dat doe ik op het laatst hoor. Als ik het niet vergeet, hè. Vergeet zo snel wat. Het is hier vandaag nog niet zo erg zonnig, dames. Nee, je moet me niet vergeten. Ik kan geen mattenkloppen vinden. Oh, ik weet niet. We gaan het nog niet meppen, hè. Maar het is bewolkt. Het is een beetje ja, broeierig-achtig, zeggen wij hier. Plakkerig. Kijk, dus dit, ik vind dit er echt gewoon perfect bij staan. Dus die doen we ook even. Is de overgang niet zo groot. Ik moet wel zeggen, als je daar eenmaal mee begint, dat je dat toch wel leuker vindt met gesso. Maar toch, zo tussendoor doe ik het ook vaak zonder. Gewoon omdat niet alle, ik vind niet alles geschikt ervoor. Maar dat zal wel aan mij liggen. Dit vind ik wel leuk. Nou, en het hing er nog even om, want oh, oh. Wij hadden problemen in de medekast. En ja, je kan niet zonder stroom hè, als je live moet. Dus ik had al heel veel scenario's. Ik zeg, die man die moest komen, die zou komen vandaag. Ik zeg, dan had gelukkig mijn man gezegd, niet tussen 2:30 en 3:30. Mevrouw live. Ik denk, ja, maar als hij nou niet klaar is of wat dan ook. Of hij is eerder en gooit stroom eraf. Ik denk, ik heb gelukkig 4G. Kan je blij zijn soms met 4G. En dan een hotspot op de andere. Dus ik had het gewoon wel op kunnen lossen hoor. Maar ja, liever niet hè. We gaan. Nou, weet je, ik doe even die handen af. Ik weet niet of het helpt, want het zal misschien wel weer aan de andere komen. Ja, ik heb ook. Nee, ik had Arco. Ik heb mijn autootje weggedaan. Maar ik ken dat. Alle ramen kunnen gewoon lekker open. Joh, weet je, vroeger hadden we niet anders. Dus wat dat betreft, zeg ik wel eens, we mopperen wel, maar vroeger moesten we het zonder heel veel andere dingen doen. Dat nu allemaal luxe is en kijk, het is schoontjes. Gaan we met lijm doen? Wel, ja. Ik kan hem met tape vastplakken. Ga ik hem toch met tape? Ik vind hem eigenlijk met tape wel fijner. Doen we gewoon en tape en lijm. Dat kan ook, hè. Ik denk dat die bovenste wel... Dat is wel het voordeel. Het droogt natuurlijk allemaal heel snel nu, hè. Als het zo warm is. Dus wat dat betreft... Kijk, hier de vieze klodder met zooi. Heb weg. Dan gaan we even plakken. Maar ik vind het... ja, even met tape en een klein beetje lijm. Waar zit die? Kijk, want ik dacht... Die andere die ik gemaakt heb... Daar zit dus niet het zelfgedraaide koraal op. Ik denk, oh... Dat is misschien ook nog wel leuk om erbij te doen. Dan is die toch weer een beetje anders. Maakt niet zo graag heel erg veel hetzelfde. Maar dit is wel iets wat je dus niet dagelijks maakt. Dus dat is dan wel leuk. Het is ook gewoon leuk voor op een... heb ik ook wel eens gedaan. Dit wat ik nu maak, kan je ook heel leuk maken voor een geboorte of zo. Dat je dan allerlei beestjes erop verwerkt. En dan de naam misschien erop zet. Of baby. Gewoon leuk hoor. Dus het hoeft niet per se wat ik nu doe. Hè? Is wel leuk. Maar... Dus ik had al gezien dat er al iemand ook bezig geweest was. Die had het ook al gemaakt. Vind ik dat wel leuk. We gaan eerst even gewoon overal maar het tapeje opzetten. Hebben we dat maar gehad. Oh. Even kijken hoor, hebben jullie problemen? Oh, dat heb ik ook op de laptop, Mia. Dat groene, daar kan ik echt niks aan doen. Als ik zelf naar een live kijk, heb ik dat ook.
En nee, ik had dat vroeger ook nooit. Maar tegenwoordig is dat. Als je een laptop op de laptop kijkt, ik heb ook heel vaak groene schermen. Je kan me even verversen. Of als je misschien een tablet hebt of een. Het is heel irritant hoor, ik weet het. Ik vond het ook echt vervelend. Maar ik kan daar niks aan doen. Want toen ben ik later op een dingen gaan kijken op een tablet. En toen had ik het niet. Dus het ligt echt aan ja, Facebook op de tablet. Het is de techniek die dan in de steek laat. Zo is het ook vaak. Wat ook wel eens gebeurt als je dus naar een live kijkt en je hebt bijvoorbeeld gereageerd en dan aan de rechtse kant, dan staat dan op je tablet staat daar de gesprekken hè, die worden gevoerd. Oh, hij zit weer al verstopt. Dan moet je hem niet aanleggen leggen. Dat is niet goed natuurlijk. En toen kwam ik er dus achter. Als je dus het pijltje van de muis. Als dat dus nog op je dingen staat. Op die tekst staat. En je gaat verder kijken. Dan kan het zomaar zijn. Dat je een soortement van storingje krijgt. Dan moet ik even kijken. Want er zit wel iets van wel degelijk verschil in. Ik denk dat ik hem zo moet hebben. Ja. Kan je zien aan het vormpje. Er zit wel iets van een vormpje ja, ik noem het maar een tag hoor jongens. Het is een ticket, noemen ze het, maar ik noem het maar een tag. Er zit hier een klein holletje en daar een holletje en hier is dat niet. Dus daar moet je even naar kijken. Nou, dit maakt niet uit. Dan moet ik wel even zien hoe die dus moet. Dan draaien we hem zo om. Top. Ja, het kan bloedirritant zijn. En ja, dus ik heb ook verschillende lives die ik gewoon altijd op YouTube dan maar terugkijk. Dat ik denk van, nou ja, dan kijk ik daar wel, dan heb ik het niet. Maar ja, dan ben je niet gezellig bij de live. Maar ja, als het te vervelend wordt. Maar soms helpt even overnieuw opstarten. Of misschien wel een update. Kan ook nog zomaar, hè. Wat dat betreft ben ik ook een leek in al die dingen, hoor. Kijk nou, het is net echt onder water. Zal ik even bepalen welke waar komt hoor. Want ook daar zit nog een. Vind ik wel een soort van systeempje in wat ik uitgestanst heb qua kleuren. Tooping the color. Dat zegt me helemaal niks. Oh, een cirkel. En je hebt geen cirkelsnijder. Oh, dat kan wel heel beroerd zijn. Heb je niet iets van een. Ik heb geen idee hoe groot je dan moet zijn hoor. Heb je niet een binnenkant van zoiets of zo? Van een. Of inderdaad een passer als je die kan gebruiken? Ja, het kan lastig zijn. Ik heb hem wel gelukkig. Maar ja, daar heb jij nou niks aan. Ik heb die van Vaassen. Ik moet wel zeggen, daar ben ik wel heel erg tevreden over. Draaien. Dus daar moeten we dadelijk ook even op letten als ik hem ga vastzetten aan elkaar. Dat hij wel goed aan elkaar komt te zitten. Zo. Kijk, als dat nou nog niet droog was, dan zou je al die gesso alle kanten op smeren. Dat is ook niks. Ik moet zeggen, het is hier op mijn hobbyhok nog redelijk te doen. Ik heb mijn airco ook maar niet aangezet. Denk dat gebrom op de achtergrond. Als het niet anders kan, als het echt heel heet wordt, dan doe ik het. Vorige week was het echt heel heet. Ik zeg, nu gaat het nog redelijk. Dus we doen het even gewoon zo. Als het me te warm wordt, kan die altijd aan, hè? Even zien hoor. Ik probeer af en toe. Die was in slaap gevallen. Weet ik, heb ik ook niet. Oké. Ik weet niet of ik nou nog nieuwe meldingen lees. Nou zit ik ergens op te drukken, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het dadelijk ging. Oh, die is te ver, die is te ver, die is te ver. Wachten. Niet aangaan. Ietsjes terug. Oh. Want ik heb geen ververser meer, dus ik moet het ermee doen. Ik kan niet meer zeggen, ik kan nog even een nieuwe stanzen.
gelijk dit papier wat ik ervoor nodig had eruit gehaald. Dat ik dacht van oké. Nou, we hadden iets netter kunnen, jongens, maar we moeten het er maar mee doen. Het is niet anders. Zie je? Oh, nee, ik moet naar de live chat. 14 centimeter gevonden in huishoudelijke onderdelen. Ah, Truus, de lip is helemaal beter. Dus wat dat betreft hebben we weer een mazzeltje gehad. Ja, dat hebben we met die kleine beesten. Die zitten met de neus laag op de grond. Die eten alles op wat ze ruiken. Die ruiken natuurlijk veel sneller wat. Dus wat dat betreft. Oh, dat is wel handig. 14, en wat was er dan? 14 centimeter in de huishoudelijke. Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Oh, de oplossing staat op. Oké, okay, top. Dan gaan we dat nog wel eens even bekijken. Later op de dag, hè. See you later. We gaan eerst even lekker dit doen. En dan denk ik dat ik eerst de eyelets er maar in ga zetten. Ik moet even denken wat de handigste volgorde is. Want als je ja, dat andere ding heb ik al even teruggemaakt. Dus dan weet ik dat niet meer zo precies. Weet ik niet meer hoe ik hem gedaan heb. Wat eerst en wat laatst. Ook dat maakt eigenlijk niet uit. Kijk, dat hoor ik graag, dat mijn flesje blaast. Dan is die open. Even kijken, dat kleine puntje en dat puntje. Heb ik hem nou goed? Nee. Ik heb hem net verkeerd om, ik draaide hem net verkeerd. Ik denk zoiets. Helemaal goed. Kijk, dan had ik dit. Dit zie ik echt als de bodem van de zee. Dit is het zanderige gedeelte. Dus het water heel vies. Nou nee, niet vies. Er is het zand. Met een beetje, ja, paarsig. En dan wordt hij wat lichter. En naar boven toe is de allerlichtste stand. En dan ga ik even kijken, want nou ligt hij niet goed. Nou liggen alle delen precies goed. Daar moet ik dadelijk even op letten. Want dat vind ik wel belangrijk dat dat goed zit. Gaan we eerst maar even eyelids erin zetten. En nou had ik eerst een instantie, want ik heb een, in de link heb ik de paarse eyelids. Ah, de paarse eyelids die ik in mijn vorige gebruikt heb gelinkt. Die zijn donker. Oh, die heb ik nog. Oh, ik dacht dat ik ze niet meer had. Oh, nou dan doen we die er gewoon weer op. Ik heb het nodig, 2, 4, 6. Maar dan moet je maar eens kijken onder We Are. Als je gek van eyelids bent. Nou, ik denk niet dat ik deze had. Wel. Ja, ik denk het wel. Gaan we deze doen. Ik doe dat dan altijd zo. Dan leg ik de kleurtjes erop. En nou is het natuurlijk ander licht. Oh ja, nee. Dit vond ik niet matchen met dit. Kan je zeggen, je bent een zeur. Want daar kan het weer wel. Maar dat vond ik niet matchen. En deze vond ik ook niet goed. Ze zitten per vier in dat vond ik een beetje fletsig. Het is wel weer leuk voor een babykaartje. Dat lichte zachte lila. Dus we gaan voor de donkere paarse. 3. Maar er zijn heel veel kleurtjes van. Zullen 2, 4, 6. Oppassen hoor. Dat is, als je eenmaal dat ziet, dan word je heel, heel hebberig. Met je zo'n ding hebt natuurlijk. Hè. Kijk, heb je geen eyelet tool dan? Zal je er niet hebberig van worden, maar ik word er hebberig van. Ik wil dan altijd alle kleurtjes. Hartstikke idee. Die kan ik gelijk opruimen. Weg ermee. En dan kan ik hem met twee dingen doen. Maar ik denk dat ik hem maar gewoon met de Big Bite ga doen. Tot het handigste vindt. Even kijken. Staat hij op de dikke? Ja, hij staat op de dikke. Laat het praten, hè. Streamen via de telefoon en dan op de... Ja, dat klopt. Ja, dan staat er iets van naar de cast streamen of naar je tv streamen. Dat komt dan in beeld hoor, op je telefoon. Maar of je dat ook via je laptop kan doen, dat weet ik niet hoor. Daar heb je het weer, zo'n techneut ben ik niet. Ik vind dat ik al veel moet weten van dit. En dan weet ik aardig wat van me niet alles hoor.
Maar van de computer gebeurt. Maar ik zie het wel eens op mijn telefoon staan. Oh, houd hem recht. En dan denk ik, oh, dat kan ook, ja. Deze is beter. Deze zit los. Hoor je? Je hoort hem rammelen. Is niet goed. Maar ik vind het altijd wel jammer, want dan duw ik hem, plet ik hem te veel. Deze is al aardig geplet. Nou ja, hij moet vast. Ze hebben deze. Dit is de Big Bite. En we hebben ook dat andere ding. Die handmatige. Geweldige oplossing. Oké. Okay. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ah! Oh my god. Wat gebeurt er? Nou doe ik iets niet goed. Hij schiet eruit. Oh, ik hoop dat hij nog wel heel is. Schiet hij nou verkeerd? Oh, hij schiet naar achteren. Oh. Ik denk, wat doe ik? Nee, nou zit hij vast. Phew! Nou, dan heb ik altijd nog een backup. Ik zou hem zomaar slopen. Ik denk dat dat toch eigenlijk niet moet kunnen. Ja, je kan wel die blokjes slopen. Maar die zijn gewoon weer te vervangen. Dus wat dat betreft kun je niet veel slopen. Oh, met de hamer. Oh, dat weet ik nog dat mijn... Ik had zo'n ding wat je uit kan trekken. Die kennen jullie misschien ook wel. Dan doe je pok, pok. En dan kwamen de kinderen. Wat ben je aan het doen, ma? Ben je aan het timmeren? Nee, mijn eyelids zijn in het doen. Wat zijn dat? Nou, kom maar even kijken. Dat maakt ook zo'n herrie. Maar goed, het kan ook natuurlijk, hè, op de ouderwetse manier. Waarvoor niet? Niet iedereen heeft alle materiaal. Ik ben dan zo, ja, ik wil dat dan hebben. Alles zit erin. Gedaan. Truus is er niet mee eens, die zit te keffen. Ik ga even verlichting zoeken. Hupkee. Nou moet ik even kijken, hoor, want nou gaan we hem weer goed leggen, zo. Het maakt in principe niet uit als ze maar allebei alle kanten zitten. Die boogjes aan de goede kant. Nou moet ik gaan verdelen. En nou moet ik hopen dat ik eigenlijk voldoende heb. Want ik heb hier heel veel in. Oh nee, wacht even. Ik ga eerst even wat stansen. Die kan ik er dan nog extra tussen zetten. En kan iemand die hond even naar de kamer doen? Hoort ze weer wat? Oh, dat is zo nieuwsgierig. En dat maakt niet uit, maar dan moeten ze zich gewoon in de kamer houden. Niet los laten rennen. Ze kan er wat van, hoor. En dan kom ik er zelfs niet bovenuit. Dan zit ik aan de andere kant van de deur. Je bedoelt aan de achterkant? Ja. Kijk, dan vouwt hij om. Maar je moet even een beetje voorzichtig zijn. Kijk, want ik duw te hard. Kijk, deze is gaaf. Ah, dit vind ik niet zo'n ramp. Als ik er ietsje te hard geduwd heb, dan vervring je hem. Ik ga twee kanten gebruiken. Even denken, want ik denk dat ik die langere... Oh, en dan kan ik het zeesterretje eventueel uit het wit. Wacht even, dan doe ik het even zo. Dan kan ik daar die ik wil altijd gelijk door, hè. Die daaruit... En dan komt dit zakje hieruit. Kan ik er dan zo twee kwijt? Op dat stukje. Net wel, net niet. Ik zoek iets waar ik midden gaatjes in kan doen. Wat is het beste te gebruiken als tangen of tool? Dan heb je dat ding. Oh, waar heb ik hem? Ik heb hem al, wacht even. Deze. En daar zit hier in de kopse kant, want hier maak je dus gaatjes mee. En er zitten drie maatjes bij. Dit is een ding wat je, ik weet niet de link, als er iemand van Hobbyvision meekijkt, die heeft vast de link daarvoor. Maar dit is echt waar je overal gaat, daar kan je, want ja, hier maak je het gat, dus of je het nou in de midden en rechts of links. Kijk, die andere tang die ik nou heb... Deze, die Big Bite, die gaat ook wel een heel eind, hoor.
Kijk, heel dit stuk. Dus dat kan ook. Zal ik je laten zien. Als ik hier nou bijvoorbeeld een stuk... Oh, dan ga ik wel even wat heel anders doen. Maar goed, dat maakt niet uit. Kijk, ik wil in het midden een gat. Wacht even, ik wil een gat. Ik heb nou in het midden een gat. Dus dat kan je met deze ook doen. Dus je hebt die screwdriver. Dank je Mirjam. Al en Jeanette, kijk, zie je wel, er zijn er een hoop. De Big Bite kan het. En dat kost je eigenlijk geen kracht. En die zet je weg. En dat vergaat ook niet. Kijk, met deze, die screwdriver is natuurlijk aanzienlijk goedkoper. Maar daar heb ik nog wel eens dat ik ineens opzij schiet. Maar in principe maakt hij, doordat je een soort van schroeven draait, buigt hij naar beneden. Dus die gaat in en dan draait hij zo het gat erin. Ik kan ook niet in de portemonnee kijken. Ik zou voor de Big Bite gaan, maar als dat je te duur is, is die andere een supergoeie oplossing. Nou, ook weer gehad. Wat was ik nou aan het doen? En dan ben ik helemaal op slag. Ik was dit aan het doen. Oh, ga je lekker dobberen? Nou, ik denk dat ik dat dadelijk ook nog lekker ga doen. Even lekker mijn zwembad in. Ik vind het wel best. Kijk, dit vind ik dan toch wel leuk om dat er extra bij te doen. Nou, dat is natuurlijk weer te klein. Maar, als ik hem nou zo pak, dan gaat dat weer wel. Waar is die lange? Zie je? Hey. Zo kan het ook. Goed recht naar beneden hupsen. Dat witte hupsding. Ja, de screwdriver. Ja, dat klopt. Met die Big Bite kun je natuurlijk meer. Je kan met die schroeven draaien, zal ik dan maar zeggen. Wat ik net liet zien. Daar maak je alleen gaatjes mee. Dus daar kan je geen eyelets mee inzetten. En daar ga je mee door leren. Dus kan je zelfs nog... ik denk als je een niet al te dikke riem hebt, dat je daar ook nog wel doorheen komt. Nou, nog even twee. Dan heb ik er her en der wat zitten. Vind ik het dan te weinig, kan ik altijd nog bijstansen. Oh, die paars. Ik wil wel hetzelfde. Oh, en dan pak ik die ook in donker. Dat vind ik ook wel een leuk dingetje. Ik weet niet wat, ik denk dat dat er meer een zeeegeltje voorstelt. De andere is een zeester en dit zijn zeeegeltjes. Ja. Nou. Kijk eens aan hoe dik dat je kan pakken, die Big Bite. Het is echt een super apparaat. Ik zou niet meer zonder willen. Ga ik nog zo'n dingetje en dan een paar zeesterretjes uit wit. Even een stukje reserve pakken. Rest. Stukje rest. Wat heb ik voor wit gebruikt? Oh, dat. Want ik heb verschillende soorten wit. Ik heb het van... dit is het cardstock van Vase. Wat ik dus eigenlijk altijd voor de kaarten gebruik. Maar ik heb ook de... Je hoeft er niet zoveel op hoor, deze dingen. Dadelijk zit ik ze te stansen en dan gebruik ik ze niet. Nou, dat kan niet hoor. Die ga ik wel gebruiken. Ik ga niet voor niks doen. Maar ik heb ook vaak fluweelkarton. De krokodil. Die gaat ook door leren Mika. Klopt. Alleen met de krokodil kom je niet zo ver. En die dame wilde dus ver komen. We zijn van ver gekomen. Ja, dat vind ik wel leuk dat dit erbij zit. Nou, daar nog een. En dan die ster nog. Nee, dat klopt. Je kan niet precies. Dan moet je echt... piep piep hoor ik. Dat is mijn machientje. Die piept. Hij piept, het is geen kuiken hoor. Nou, nog een ster. En dan heb ik er drie, dus dan kan er op elk vlak... Ja, Ko, wat doe je nou? Last van de warmte, je moet deze hebben. Stans is het een beetje lastig. Dat hoorde je dus. Piep, 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 piep. Nou, ik ben klaar gepiept hoor. Uitgepieperd.
dit weg, die op de magneet, hupsakee. Nou, dan gaan we even bepalen waar wat. Wat is wel het allerbelangrijkste? Wat had ik? Komt er in ieder geval kijken. En dat maakt mij niet uit, komt het er iets bovenuit hoor. En dan ben ik wel zo'n mutske als ik dat dan doe. Als ik dat dan ga gebruiken, dan moet dat hier ook terugkomen. En wat hebben we dan? Die schildpadden zijn te groot, dat is jammer hè. Maar daar heb ik wel een heel ander idee nog voor. En deze rog vind ik ook aan de hele grote kant. Ja, die vind ik ook redelijk groot. Nou, wat hebben we dan? We gaan even uitzoeken deze. Zal ik gewoon gaan plakken? Is dat niet handig, hè? Want ik kan nou moeilijk gaan zitten doen. En dat schiet natuurlijk ook niet op. Dus ik ga even mijn schaartje pakken. Deze is veel te lang. Puntje eraf. Ook het lijmding aan. Ik weet niet of ik hem nodig heb, maar soms kan het wel eens handig zijn. Die komt hier. En dan gaan we wel proberen om ook een beetje met foam en dergelijke omhoog te werken. Kijk. Want dan kan ik eerst weg gaan leggen en dan weer erop gaan leggen. En dan weet ik zeker, dan ligt het toch weer verkeerd. Komt het er toch weer anders op, want dan ga je het eraf halen. Kijk. Dat is een mooie zeester. Ik moet even uitzoeken wat ik voor leuks heb. En de beestjes die ik wel een beetje wil verdelen. Ik heb niet alle beestjes meer, dat is het hem. Ik heb niet alle vissen. Als ik nou daar een vis doe. Ik heb hier zo'n dikkopje. Had ik die er nou nog twee of heb ik er maar één? Als ik hem nou maar één heb, dan zet ik hem hier. Dat kan dan ook. Och. Weet je, kap het even lekker uit, dan zie je misschien wat meer. En ja, deze heb ik nog, maar daar kan ik niet meer mee doen wat ik eigenlijk wilde doen. Dat is te klein. Dus dat ga ik dadelijk wel even bepalen met teksten. En deze. Ik ga het toch maar even wegleggen, ik moet toch een beetje verdelen. Niks is zo veranderlijk als code, dat weet je. Die komt hier aan de onderkant, want een krab leeft op de bodem, hè. Ik heb een krab eigenlijk nog nooit echt zien zwemmen. Althans hier niet. Dit is te groot. Een kwal is ook te groot. Dus die mikken we gelijk terug. Kijk, en dit is nog niet geknipt. Hoppa, dat schiet ook op. Weg. Oh, kijk. Dit is al fijn. Haha. Dat scheelt scheurwerk. Vitamine C. Oh, maar die moeten we natuurlijk wel een beetje... Oh, heb ik nog gesso? Gesso. Weer die pot open, want ik wil wel langs die teksten, wil ik een klein beetje gesso hebben. Verder hoeft het niet. Dan is toch, zoals je net het doet, wel handig in zo'n potje. Hè? Toch nog eens op zoek naar een klein potje. Want ik ben klaar met de gesso, maar is niet, want ik wil het op mijn teksten hebben. En ik wil het eigenlijk ook een beetje op die paarse dingen die ik net gestanst heb. Nou, die komt dus hier. Dan gaat hij nou iets of wat afgeven. Oh, dat kan natuurlijk al niet meer. Nou, weet je. Doe het gewoon even zo. Heeft hij toch ook. Hoppakee, klaar. Niks meer aan doen. Dan hoop ik niet dat jullie dat irritant vinden hoor, dat geluid achter me. Ik vind het voor nu even heerlijk. Dat gaat zo wel weer uit. Die daar. Zo, die komt hier, die heb ik net gehad. Dan heb ik nog een paar van die paarse dingen. Moesten we toch vanmorgen nog weer even heel snel nog een vaderdag cadeautje. Ik denk, oh, je kan hier op het dorp eigenlijk, ja, niet echt iets halen. Dus ze moesten nog snel even weg. Gelukkig op tijd. Je zal wel morgen aankomen, je hebt niks, dat kan ook niet, hè. Nou, dit vind ik wel genoeg. Oh, de kleine prutsdingetjes. Maar wel leuk. Oh, op de kop. Kom op, rechtop. Rechtop. En die nog.
En dan is het, even kijken. Oh, daar heb ik iets met blub blub. Want ik ga hem toch niet helemaal hetzelfde maken. Dat vind ik ook wel leuk. Dus dat kan ook nog wel ergens. Die tekst. Ik heb die tekst gewoon dus uit de vellum achterkant gescheurd. Er zitten vellumvelletjes in dat blok. Oh. Geen idee waar die komt. Heb ik nog iets van een tekst wat ik langwerpig heb? Nou, dat vind ik allemaal te groot. Dus ik moet... Adventure. Make waves. Vind ik ook wel leuk. Make waves. Even achter in dat blok kijken hoor. Of daar nog een lange, smalle zit. Wat ik... Achter in het blok, waar is mijn vellum gebleven? Is dat er ook allemaal uit? Oh, hier. Oh, die is ook wel leuk, hè? The Sea Calls Me. Die vind ik ook wel leuk. Gaan we die doen. Dan hoeft het niet per se een langwerpige. Want die beesten, die vissen, die worden natuurlijk geroepen door de zee. Even kijken. Nou, en dan is het gewoon maar een beetje scheuren. En als je dat nou niet leuk vindt om vast te zetten, want je kan het natuurlijk niet zo makkelijk vastzetten, dat vellum. Maar dan kan je gewoon een klein puntje vastzetten. En dan zet je er een rhinestone of een steentje op, bedoel ik dan. Hè? Of je stopt het ergens gewoon onder, dan kun je het wel met een klein drupje lijm vastzetten. Nou, en die komt dan op de onderste. Nou, dan hebben ze allemaal tekst. Dat is op de andere niet. Daarom wil ik hem iets anders. Hopla. Dus die komt hier. Die daar. Er komt nog wel wat overheen. Geen idee wat. We moeten het gewoon maar een beetje versieren. Kijk, als ik nou... Oh, dit is wel tof, ja. Blub, blub. Wacht even. Wacht even. Die vis ga ik even met hoe heet dat? Een dingetje vastzetten. Nee, als ik dat doe, kan ik het natuurlijk niet vastzetten. Even wachten. Beetje foam, dacht ik. Ja, dat kan wel, want dan kan ik zorgen dat die daar net onder komt. Dan kan ik daar lijn. Ja. Oh, sorry hoor. Ik zit maar weer in mijn eigen te bepperen. Een nietje kan ook, inderdaad. Oh, echt? Die heb ik dus niet, die dotjes. Ja, dat gaat vanzelf, dat kleurtje. Dat gaat zo hard hier. Ik loop natuurlijk elke dag 3 keer per dag aan de zee. Dus dat ze... En elke dag even in het zwembad achter. Waar is nou mijn vis? Oh, hier. Ik denk, waar is die nou weer geweest? Dus dat kleurtje, dat komt er vanzelf op. Daar hoef ik niet veel voor te doen. Daar hoef ik niet voor naar het Spaanse land in ieder geval. Dat is toch voorbij. 1, 2. Halladie. Kijk, nou zit hij een beetje hoger. Dan kan ik hem. Kan ik daar nog wel wat achter proppen? Jawel. Die komt daar. Doe het even met lijm. En anders zie ik wel hoe ik dat ertussen prop. Maar er komt nog wat tussen. Anders vind ik het veel te karig. The sea calls me. En wat heb ik hier voor leuks? Een bloemetje. Er zitten in koraal ook bloemen, hè? Oh, die vind ik ook leuk. Die is te hoog. Komt die daar bij meneer Krabs erbij? Die komen daar. Wat heb ik dan hier? Schelpje. Ook leuk. Die kan er van achter kukkelen. Die is gewoon van boven naar beneden. Die is met het water meegestormd, die schelp. Je moet wel bij mij altijd even een beetje fantasie hebben, hoor. Want het is natuurlijk niet zoals het in de werkelijkheid is. Wacht even. Die iets omhoog. Kan die er nog onder? Ik maak mijn eigen fantasiewereld. Zo fijn, hè, dat je dat gewoon kan doen. Dat kan je nou met die kaartenmaakspullen. Ik vind dat heerlijk. Hopla. Die daar. En wat hebben we? Ik had van die zeesterren uitgestanst. Maar ze zijn misschien wat te groot. Die zijn te groot. Die ga ik niet gebruiken. Maar dit dingetje kan wel.
Die komt daar weer op. Ik heb zo'n heel klein in een mini nep inzetje. De volgende bestelling komt er wel weer een goede aan. Want die heb ik al in mijn mandje zitten volgens mij. Dit is zo'n nep ding. Kan ook niet anders. Hè? Als je dan bij de goedkope winkel haalt, dat is zooi. Hopla. Die. En wat heb ik nog meer voor? Oh, nog een bloemetje. Ja, bij mij in de zee zitten ook bloemen. Die komt daar van achter. Dan moet ik wel opletten dat ik natuurlijk niet alles aan één kant gaat zitten proppen. Want dan heb ik dadelijk voor de andere delen niks meer. Dus ik ga nu even die vastzetten met een dotje lijn hier. Kijk, en dan verstoppen we dan mooi onder dat bekkie. En dan doe ik dadelijk daar een steentje. Hij blijft nou omhoog staan. Doe ik een steentje, die vind ik ook wel leuk. Die doe ik gewoon plat. Want hier gaat gewoon wat overheen. Oh ja, hier kwam die grote vis, die dikkop. Waar is die? Ik had zo'n dikkopvisje. Oh, ik ben mijn vis kwijt. Oh, daar zit hij. Die komt hier. Maar dit alleen vind ik natuurlijk niet leuk. Dus komt deze er nog overheen. Ik ga gewoon plakken hoor. Ik zie al waar ik terecht kom. Zo. En dan nog een beetje van dit gras. Ja, hij zwemt een end in het rond. Kijk, die doe ik wel wat hoger. Volgens mij moet het in onder water echt bijzonder mooi zijn. Ik ben er alleen nog zo diep nog nooit geweest. En zal ik ook niet komen ook hoor, want dat vind ik eng. Kijk, hier hebben we nog weer een schelp, maar die schelp komt daar. Oh, dit vind ik ook een leuke. Die doe ik onder hem. Ja. Dus die komt daaronder. Dan heb ik al één dingetje helemaal klaar. Bijna helemaal. Kijk, want dan vind ik die onderkant er niet mooi. Die krijgt een beetje dikke tape. Ik zit helemaal niet op te letten op jullie. Ik zit er helemaal middenin. Kijk, blub blub, zegt hij. Kijk hem lelijk kijken. Dit is echt een lelijke vis. Ik vind die andere veel mooier. Dit heb ik niks aan. Ik moet even omdraaien, dan kan ik zien wat ik heb. Oh ja, die vind ik ook heel leuk. Geen idee hoor, ik plak maar een end. Maar ik vind deze wel heel erg leuk. Dus die gaat op deze. Koraal. Plantjes. Dit is ook wel een heel leuk ding. Het is ook zo'n... hoe heet zo'n ding? Die gaan we ietsjes verhoogd. Zeeegeltje. Zo mooi. En die kan er niet op. Wel jammer dat ik niet zo heel veel vissen meer heb. Oh, ik heb hier nog een vis. Doe ik dan daar dadelijk. Dan doe ik aan één kant maar geen vis. Maar ik moet die vis wel aan die kant doen. Anders komt het niet uit. Tape. Een chagrijnige vis. Ja, nou, dat kan je echt wel stellen. Hij kijkt echt boos. Nou ja, liever hij als ik. Het is zo'n dik kopje, weet je wel. Ik vind deze veel liever, zo'n sluier. Deze ook, vind ik ook eens een lief visje. En dan moet ik zo lachen, want dan zegt mijn moeder, je hebt dat echt niet van mij. Mijn moeder heeft helemaal niks met de onderwaterwereld en met vissen en... Als ik in zee zwem, en dan echt Middellandse Zee, dan zit ik echt meer onder water dan boven water. Ik vind het heerlijk. Alleen ja, daar zie je wel vissen, maar niet zulke hoor. Ik heb ook wel mooie visjes gezien hoor, dat wel. Daar heb ik dat dingetje. Oh, dan vind ik deze ook wel leuk. Kan die er nog bij? Ja, die kan daar nog bovenop. Kijk, dit pincet houdt niet goed vast. Dus het zit niet zoals het precies wezen moet. Kijk.
Zo, en dan wil ik daar eigenlijk nog iets naar voren iets. Zal ik een deze even gewoon scheuren? Dat kan ook, hè? Dan kan ik een takje daar achter laten komen en dan laat ik een takje aan de voorkant. Wacht even. Kijk, dan komt daar een stukje. Dan hoef je je natuurlijk niet altijd aan de vormen te houden zoals ze ze gemaakt hebben. Dat kan je zelf bepalen. Kijk. Ik vind het zo leuker. Anders miste ik daaronder wat. Nou, dan kan ik deze ook weer vastzetten. Die prop ik daar gewoon vast. Vitamin C. Vitamine C. Ja, het is eigenlijk vitamine C, maar het is nou vitamine Z. Wat had ik daar voor een beest opgezet? Niks. Dat kan eigenlijk niet, hè? Gaan we dan maar een krab toch in de hoog in de lucht doen? Of had ik nog een vis? Heb ik nog zo'n lelijke vis? Het zijn allemaal dezelfde soort takken. Oh, help. Ik heb niet meer zo'n vis. En dadelijk op klaar zijn en dan een vis vinden. Daar zou ik wel van balen. Dit zijn allemaal zulke grote dingen. Gaan we dan toch die rog proberen? Ja, hij kan er in principe wel op, maar hij is wel heel groot. Dan ga ik er een gewoon tafereeltje van maken met alleen maar plantjes. En van die kant de zee. Noem het zo. Het is niet anders. De vissen zijn op. Ik heb nog wel een kwal. Maar dat vind ik ook niet matchen. Dan ga ik zo eerst even dat ding eruit gooien. Want ik krijg een koude rug. Dat is niet goed. Kijk, die komt daar. Even of, even stilte. Rust in de tent. Heerlijk. Nou, dan doen we het met... Oh ja, ik had zo'n leuke zeester nog. Die kan ik dan daar wel zetten. Laat ik die daar van onder komen. En dan pakt hij hem. Ik moet even de andere tweezer. Ik hoop dat dat beter gaat. Maar ik vind de tweezer is voor mij net averechts. Ja, niet alleen voor mij. Ook voor jullie natuurlijk. Dus dan moet ik altijd een beetje... Zie je? Dan doe ik het net verkeerd om. Dat is contra. Nou, dit is nog veel te kaal. Dat vind ik helemaal niet mooi. En dan daar nog iets. Dan moet hij wel korter. Oh nee, wacht even. Wacht even. Ik heb hier nog van die mooie bloempjes. En die knip ik gewoon even stuk, hè. En dan aan de andere kant dat andere bloemetje erop. Zo. Dan vraag ik me eigen af, hè. Als jullie nou zelf zitten te hobby, zit je dan ook zo te kletsen? Want ik zit dus eigenlijk altijd zo. Wel een beetje raar eigenlijk. Beetje apart. Hier heb ik nog een parel. Maar dat vind ik eigenlijk niet. Oh, dan doen we een schelp. Bubbels maken bij de vissen. Ja, dat kan ook. Oh ja, ik heb... Ik ga er nog op spetteren. Maar ik ga er ook nog steentjes op doen, hè. Kijk. En ik vind een bloemetje. Die kan er natuurlijk ook altijd nog op. Deze. Volgens mij... Nee, ik had een andere geknipt. Oh, of te zingen, ja. Nou, precies dat. Dat is toch gezellig. Dan ben ik toch niet alleen die dat doet. Die moet even terug. Ik wil eerst even die daaronder. En dan kan hij. Die hield het eigenlijk wel vast, hè. Ik moet daar nog iets, toch die bubbel er eerst onder doen, denk ik. En dan komt die zeester over de bubbel. Nee, dat vind ik te groot. Dan moet hier tussen. Daar. En dan kan die zeester er zo overheen. Ja, dan zie je bijna niks meer van de bubbel. Je ziet er eigenlijk gewoon helemaal niks meer van als ik hem wegzet. Ja, dan heeft hij gewoon pech. Ik zet hem hiermee vast. Mijn vitamine C.
Zo. Nou, dan daar nog een heel klein bloempje. Ik heb nog van die hele kleine bloempjes. Ik kan ook nog dit dingetje er wegzetten. Ja, die zet ik aan de onderkant nog. Dit bloemetje gewoon erboven over. Daar. En dan komt die hier aan de onderkant. Zo komt het toch aardig op, hè? Dan is deze eigenlijk klaar. Denk ik. Vind ik niet leuk. Laat ik eerst even deze doen. Deze is sowieso klaar. Weet je, daar moest dit bloempje gewoon nog tussen. Zo. Zo. Zo vind ik goed. Dit zit vast. Hartstikke idee. Had ik daar een klein rondje? Juist, die nog. En die komt dan daarop. Je blijft proppen. Moet ook gewoon een keer stoppen. Ik vind het zo leuk. Zo, die is goed, die is goed. Nou, ga maar even plaatsmaken. Want dan heb ik natuurlijk nog de een en andere. Dan moet ik alleen de onderste nog. Nou, gaan we gewoon weer plakken. Deze. Deze eerst. Hartstikke idee. En ik vind dit zakje ook grappig, maar dat is groot. Dus die komt aan deze kant. Dat is te groot. Nee, dat vind ik niet mooi. Oh, wacht even. Hier heb ik nog zo'n steenrots. Dat is wel leuk. Nou, hoop ik dat ik alles een beetje goed aangeduwd heb, want dat het niet dadelijk allemaal loslaat. Deze tak. Ik had natuurlijk die krab, die komt er ook nog op. Dit zijn net een soort van onderwaterpaddenstoelen. Zo zie ik ze maar. Die hebben nog zo'n lelijke oester. Die gaat misschien aan de andere kant, niet aan deze kant. Die vind ik te groot. Nou, dan die schelp maar. Jots. Het wordt steeds dunner, hè, mijn bureau met spullen. Er komt steeds minder te liggen. Dadelijk gewoon bijna alles op. Kijk, die komt daar bovenover gekropen. Die kruipt op die steen. Zo, wacht even. Ik zal hem even een klein stukje foam geven. Schildpadje heb ik niet. Ja, die heb ik wel. Die is veel te groot. Kijk, dat is gelijk. Dat is vullend. Dat vind ik niet mooi. Nee, die komen nog wel op een ander project. Als ik tijd heb. Maar dat moet dan ineens in mijn hoofd zitten. Misschien wel gewoon twee die zomaar in een achter elkaar aanzwemmen. Die daar. En dan een beetje van deze takjes er ook nog achter. Ik denk dat dat een beetje te lang is. Want die moet hier achter. Heb ik nog iets van een takken? Nee, dat wordt te veel. Zal ik deze gewoon zo laten? The sea calls me. Nou, deze moet ik dus echt vastzetten met wat anders. Dan ligt hier toch heel gevaarlijk mijn schaarwagen wijd open. Dan zou je zomaar je eigen zeer doen. Die. Oh, dit heb ik helemaal nergens gebruikt. Nou, die komt er toch op hoor. Ertussen. Gewoon ertussen doen. En dan hebben we hier die oester. Ik had geen vis meer, hè? Geloof ik. Oh, ik had het zeepaardje nog. Dat is waar. Nou, die oester die komt daar. Maar dit is te lang. Dan ben ik met mijn goede knipschaartje foam aan het knippen. Dat is niet slim, hè? Dat moet ik eigenlijk niet doen. Oké, de oester die komt zo. Oh, zo ligt die natuurlijk nooit. Of wel? Weet je, er liggen er hier zoveel in de zee. Dat je gewoon bang bent dat je in het water in moet lopen.
Want die beschadigen je natuurlijk verschrikkelijk. Nee, het zweepaardje gaat daar boven over. Ik wil daarachter nog wel even deze dingen. Maar dan een kleintje. Nog een schelpje. Ik vind die bodems nooit zo leuk. Van dat koraalachtige spul. Dit hier. Zo. Dan vind ik het zo in het luchtledige staan op een of andere manier. Dus ik heb dan graag altijd dat daar wat overheen zit. Schelpje. Die kan natuurlijk ook in principe vastgehouden worden door een klein schelpje. Zou ik kunnen doen. Maar ik weet niet of ik dat doe. Ik weet niet of ik dat leuk. Nee, dat vind ik niet leuk. Seahorse, come on. Jij er nog op. Die schaar moet ik hebben. Wat ze kreeg. En dan kunnen we binnenkort al met de touw aan de slag. En dat heb ik, ja, misschien doe ik dat wel heel vreemd voor jullie. En als jullie een heel andere techniek hebben, zeg ik graag. Ik doe altijd maar een dotje. Kijk, die zwemt dus overal boven overheen. Dan die tak nog even kapot knippen. Dat ik daar nog wat van heb. Die komt daar weer gewoon van achter. Deze had ik verhoogd, dacht ik. Dus dat... Oh, nee, dus. Ja, dus. Maar ik moet deze nog even onder kwijt. Zo. En dat andere stukje wil ik aan de andere kant. Gewoon er van onder, hoor. Zo. Ik geloof dat ik nou aardig naar mijn zin zit. Dan gaat deze hier op een puntje en daar op een puntje. Er komen gewoon steentjes op. En misschien zie je het dadelijk wel niet, want ik ga ook nog spatteren. Maar ik denk dat het wel een soortement van een vlek wordt. Maar ik ga gewoon nog met wit spetteren. Joh, ik heb nog over. Dat had ik nou eigenlijk niet verwacht, dat ik zoveel nog over had. Goed, dan kan er nog iets gemaakt worden. Schuif gewoon alles erin, wat erbij hoort. Hier nog het een en ander. Hoppakee. Hoppakee, doosje dicht, weg ermee. Nee. Oh, vergeet ik nog een schelp. Nou, gek die dan toch. Zo'n klein inimini schelpje. Gaan we er gewoon toch maar opzetten. Niks zo veranderlijk, Casco. Hoppakee. Die komt daar. Dan blijft het er allemaal zitten. Touw. Nee, eerst spetteren. Ik had nog gesso. Nou, niet echt. Oh, geef ik nou jullie gewoon een klets? Klets nou zo tegen die dingen aan. Tegen de onderkant van mijn camera. Wat ga ik nou moeilijk doen om het met gesso te doen? Ik ga wel vieziken, dat wel. Dus wat ga ik nou doen? Ik zal de... Ja, dat vind ik minder erg. Gewoon de achterkant van het blok. Hebben jullie dat ook nog even in beeld? En dan gaan we even zien, want we hebben een nieuwe splatterquest. Die heb ik nog niet gebruikt, dus niet voor zoiets. Dus ik weet ook totaal niet of die wel spettert. Zou wel moeten natuurlijk. Maar kan ook best... Oh, hij spettert wel hoor, maar ik heb gewoon te weinig gesso. Ben een beetje te zuinig. Zo. Ik heb hem wel gebruikt met lijm. Gewoon met inkt. Dat ging perfect. Gesso is natuurlijk... Ik kan nou niet klodderen op mijn... hoe heet dat? Anders doe ik het natuurlijk op mijn glasplaat. En dat kan nou niet. Dus dit wordt een uitdaging. Ik denk dat alles eronder komt, behalve mijn project. Nee, dat is geen waar. Maar dan krijg je wel dikkere spetters mee. Oh,
Zie je? Dat is niet de bedoeling. Alsof ik dit nou zo'n goed succes vind. Volgens mij is mijn... Dat dit voor Gesso misschien niet zo geschikt is. Maar ik blijf volhouden. Oh, en dadelijk heel mijn telefoon eronder. Want dat zit hier van boven. Heb ik ook al gehad hoor. Dat ik dacht van... Ah, kakkerdekak. Nou, er komen spetters op. Want je ziet het op mijn boek. En je krijgt dan verschillende diktes. Kijk, en je ziet het ook op mijn handen. Hè? Dus het is wel een zooitje. Maakt helemaal niet uit. Ik leg deze even aan de kant. Dat ik hem dadelijk schoon kan maken. En dat hij niet alles vies maakt. Dan gaan we met touw beginnen. Laat leven. Oh, ik had al klaar moeten zijn. Maar dat touwtje, als mijn dingen droog is. Nou, dit doen we dadelijk wel. Hartstikke idee. Sorry boek, jouw achterkantje is een beetje vies. Touwtje doe ik eigenlijk op een, ja, misschien voor jullie een hele rare manier. Maar zo vind ik het zelf het handigste. Dus ik ga een stuk knippen. Van, kijk zo. Van boven naar beneden. Ah, dan moet ik niet te veel. Ik had beter het laatst kunnen spatteren natuurlijk. Dan krijg ik dadelijk allemaal vlekken. Want ik wil dat het zo hier naar achteren. Andere schaar. Dus ik pak even een paar lange stukken. Ik wil hem nog niet draaien. Van boven naar beneden. Van onder naar boven. Kijk, en die komt daar naar boven. Oh, zit ik buiten beeld? Sorry. Ik zal de laatste goed doen. Even een stuk afknippen. Hij zit er bovenover. Ik wilde niet de touwtjes van door de gaatjes zo naar boven doen. Ja, dat is dan weer een mijndwarsigheid. Oh. Zit deze nou zo raar? Ja, die zit heel raar. Terug. Deze zit verkeerd om. Je moet ze allebei de uiteindes van achter naar voren. En dan knoop ik hem vast. Oh, dan heb ik wel een hele lange. Misschien kan ik hem dan nog wel voor de andere gebruiken. Dan knoop ik hem vast. Weet je, dit touw kost niet zoveel. Gewoon maar een bolletje touw. Ik kon eigenlijk niet echt een bolletje touw vinden in de webshop. Ja, dan kreeg je van dat mooie touw. Dat jute, dat zou ook kunnen. Maar ik vind het wel leuk met dat hele grove. Dus eigenlijk gewoon touw waar mijn vader vroeger het oud papier mee vastbond, volgens mij. Zulk soort touw is het. Dus dat is één. Dus ze gaan van achteren naar voren. Erin geprikt. Nou, deze is ook veel te lang. Oh. Je vingers door je haren. Oh! Ja, juist. Dank je, Thea. Dat is wel een hele goeie. Het is natuurlijk nou een platte, aan elkaar gekoekte spul. Ik denk dat dat ook komt, omdat dat natuurlijk dat primerachtige spul is. Want met de dingen had ik het niet, met mijn inkt. Maar goed, ik heb een spetters op, hoor, dus het is niet zo'n ramp. Nee, dit is te kort. Niks mee. Ja, nog een stuk. Zo is het toch altijd leuk dat je iets van elkaar kunt leren, toch? Maar het is wel een goeie, want het is natuurlijk ene platte. Ik heb hem natuurlijk zitten mengen. Ik had hem eigenlijk schoon moeten maken, dat. En dan is je kwast ook weer droog, of tenminste schoner, en zijn de haartjes uit elkaar. En dan wat oppakken en dan kan je spetteren. Kun je zien dat ik nog niet zo lang spetter, hè? En niet zo'n spetteraar eigenlijk. Ik vind het wel leuk, hoor. Ik spetter eigenlijk meestal met die pennen. Dat vind ik zeker zo makkelijk. Maar als je dezelfde kleuren inkt wil doen, dan is het wel zo leuk. Oké, nou. En dan
Tadadada, dan komt de uitdaging. Ik ga even een stuk touw hebben. Je ziet, ik ben niet uiterst zuinig. Ik heb mijn lijmpistool aangehaald. Het is helemaal niet nodig. Wat ik dus moet doen, is dit is de onderste, dan de bovenste. Ik knoop hem aan deze vast. Dit is mijn onderste. Zo heb ik het bij de andere ook maar gedaan. En dan heb ik er nog een dop plakband aan gedaan. Ik heb deze nou wel wat netter volgens mij. Dus ik zet deze met een knoopje vast. En dan zou je denken, ja, dat touwtje haal ik er dadelijk af. Dan moet ik, en ik ga het echt doen zoals ik, want ik heb de vorige had ik dus helemaal verkeerd. Die zat helemaal in elkaar en toen had ik ze verwisseld. Dus dat ga ik natuurlijk nou niet doen. Ik ga gelijk zorgen dat ik goed uitkom. Dus deze komt nou zo. En dan doen we hem een keertje er extra onderdoor. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ja, weet je, dan is het nog weer. Als jullie een handiger idee hebben, dan zou ik het ook moeten zien. Wat handiger is. Nou, dan zitten mijn takken in elkaar. Dus deze zal misschien wel iets langer uit elkaar komen te zitten. Maar dan kan je nog trekken. Nou, dan komt de volgende. Mijn touw is ook wel erg lang. Ook weer eronder door. En nog een keer eronder door. Dus je maakt hem eigenlijk dubbel gelust. Onder door dat touw. Wat een leuk ding, hè. Dan moet het wel een beetje langs dezelfde kanten omhoog vallen. Dus dat ben ik later weer met plakbanden vast gaan zetten. Dat hij wel precies boven elkaar komt, want dat vind ik wel het mooiste. Ik heb nou geen plakband in de buurt. Oh, dat is wel heel stom. Nou ja, goed. Ik ga hem gewoon nou aan elkaar zetten. Die plakbandjes doe ik dan later wel. Nou komt hij dus net andersom. Eromheen. En dan moet ik er een lus aan houden, want ik moet hem wel vast kunnen of op kunnen hangen. Zo. Ook de volgende, bovenlangs. En dan naar onderen. Wat een gegoochel, hè, met touw. Zo. En dan de laatste. Dan kan die afgeknipt. En dan kan ik hem inderdaad met... zal de achterkant van de andere zo laten zien. Als ik hem los kan krijgen. Want die hangt erop. Dan is dat misschien voor jullie wat duidelijker. Deze moet ik dus vastknopen. En dat durf ik al wel te doen. Want ik kan altijd nog speling krijgen uit de bovenkant. Deze erdoor. Dus ik krijg hem niet geknoopt, hè. En dan moet ik opschieten. Dus ik kan ook niet zeggen van ik ga even om een stukje tape. Een stukje plakband. Trouwens, dan moet ik de hele kamer in. Dus dat ga ik niet doen. Dat geloven jullie wel. Dus als het ware komt hij dan dus zo te hangen. Nou, en dan gaan we hier aan de achterkant allemaal plakbandjes, zodat hij wel netjes, de touwtjes netjes, boven elkaar komen. Dat vind ik het mooiste. Maar dat kan ik alleen maar op, ja, volgens mij alleen maar mijn plakband oplossen. Dus ik zal die andere er even bij pakken. Dan kan ik zien hoe een knoeiboel dat aan de achterkant is. Maar ik dacht, ja, weet je, dat hangt toch tegen de muur, dus het ziet niemand. Maar dat heb ik dus zo opgelost. Gewoon allemaal tapejes vastgeplakt. Dus dan zit hij mooi strak naar boven toe. Nou, die is iets anders. Deze is iets voller. Nou, dat was mijn live voor vandaag weer. Ik zou zeggen, dankjewel allemaal voor het kijken. Veel plezier bij de andere lives. Er komen er nog twee vandaag. En, nou, hartstikke leuk, Henneke. Dat vind ik leuk. Dan ga, ik ben benieuwd. Je laat hem wel zien, hè, in de live. Of in de groep. Dankjewel allemaal voor het kijken en tot de volgende live maar weer. Doei doei!